Droevig nieuws voor actrice Tjitske Reidinga, die via Instagram bekendmaakte dat haar moeder is overleden. Met een foto van haar moeder in jongere jaren, deelt ze haar gevoelens met de wereld. Dag lieve mama, ik kijk vooruit, dat beloof ik. Haar moeder leed aan de ziekte. Begin deze maand deelde Reidinga al een ontroerend bericht over haar moeder. Het was duidelijk dat haar moeder volop van het leven had genoten. Ze is ooit alleen naar een concert van Paul Simon geweest, Graceland, met een Afrikaans koor. Ze had gedanst. Vorige week ben ik in mijn eentje naar Anouk en het Metropool Orkest geweest met een geweldig koor. Ik heb gehuild en gedanst. Dit verlies komt in een jaar dat al beladen is met verdriet voor de actrice. Eerder dit jaar moest ze ook afscheid nemen van haar vader, nieuws dat ze eveneens via Instagram deelde. Het is een periode van intens verlies voor Reidinga, die haar emoties openlijk met haar volgers deelt. Verschillende mensen deelden haar grote verlies. Sterkte Tjitske, je hebt alles gegeven. Nu sterkte met loslaten. Inderdaad vooruitkijken. Die kracht van haar zit in jouzelf, en in je kinderen, en in alles wat je doet. Ze blijft dichtbij, in een andere hoedanigheid. Hou je sterkte. Loslaten is het moeilijkste wat liefde soms van je verlangt. Neem je tijd voor rouw, terwijl je vooruitkijkt en koester alles waarin ze voortleeft. Duizelig rood hart. Sterkte Tjitske, je hebt alles gegeven. Nu sterkte met loslaten. Inderdaad vooruitkijken. Die kracht van haar zit in jouzelf, en in je kinderen, en in alles wat je doet. Ze blijft dichtbij, in een andere hoedanigheid. Hou je goed.